je kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik zit vandaag, ik zit met mama in de auto onderweg naar de ponies. Want Meertje de fiets is kapot, dus die kon niet mee. Nou, we zijn er. En ik loop vast even naar ze toe. Sorry voor mijn haar trouwens, het zit een beetje raar. Het is trouwens echt heel erg lekker weer. Het is echt warm. Hé, hey, knapperd! Vorige keer was ik vergeten dat er stroom op stond. Kreeg ik geschrokken. Gelukkig is het niet heel, heel veel stroom. Hé, hey, knappertjes! Nou, hij komt niet dichterbij. Ik zal maar naar binnen gaan en het stroom uitzetten. Nou, ik doe even de deur open. En we doen even het licht aan, want het is een beetje donker. Dit licht werkt niet, dus we doen even de andere aan. Vinny en Job die blijven buiten. Dus die hoef ik alleen een hoornet te geven. Verder niks. Ze zijn zo lief. Nou, we lopen even naar Ukkie's stal. Hij heeft weer eens zijn voerbak omgegooid, zoals altijd. Dus die zetten we even neer. Het hoeft hier niet gemest te worden. Ik zal wel een beetje water erbij doen. Nou, ik pak even gieter water. Dat is een beetje zwaar. En we vullen water even bij. Oh, hij is eigenlijk nog best wel vol. Het hoeft eigenlijk niet. Nou weet je, nu zit hij lekker extra vol. Je ziet het niet echt. Het is altijd een beetje donker in Ukkie's stal. En ik ben overbelicht. Hallo. Oh, ik loop allemaal hooi mee. Zo. We gaan het voer even klaarmaken. Dus ik pak een beetje voer. We doen eerst Ukkie. Anderhalf moet hij, maar ik doe wat meer. Want we hebben een ander potje. Die is wat kleiner. Normaal doen we dat met zo'n bekertje. Maar die is weg. Dus ik doe ze wat extra geven. En dan krijgt Eefje. Oh, ja, 3 scheppies. Vorige keer gooide ik het ernaast, omdat dit een heel irritant ding is. Zo. Ukkie krijgt 1 boterham. En Eefje, die krijgt er 2. Lukt dat? Ja, ja. Doe het voor vast in zijn pak. Oh, nou, ik filmde niet helemaal goed. Nou, we gaan even het hoornet van Ukkie vullen. Even. Ukkie die hoeft niet zoveel hooi als ik. Oh, kijk, hier zit weer wat schimmel. Nou, lang niet uit, joh. Nou. Denk ik. Ja. Oh. Gaan we zo? Nee. En deze hangen we even op. Zo. Nou, het hooinet hangt. Hij heeft water. Voer. Hier, voer. En dan kan hij zo naar binnen. Nou, daar gaat hij. Naar binnen. Eefje er eten. We hebben Eefjes hooinetten en die gaan we even vullen. Eentje voor nu en eentje voor morgenochtend. Nou, Eefje heeft haar hooinet, zoals je misschien wel kan horen. De zon schijnt heel erg recht in onze ogen. Dus. Ze heeft trouwens er dunne deken op, omdat het best lekker weer is. Maar ja, toen ging het plotseling ineens sneeuwen, dus... We hadden even snel die dunne deken opgedaan. Eefje is lekker aan het eten. We gaan zo nog even lekker wandelen. Daar zijn Funny en Job. En blijkbaar heeft Eliane gewoon een heel stuk wei al voor ze gedaan. Waar ze dus ze staan dus ook blijkbaar al op de wei. En die geef ik strakjes, als ze bijna klaar zijn, geef ik ze hun hooinet. En die staat daar. Hè? Ja. Dus ja, dat. Het weiland is trouwens helemaal gevuld met allemaal bloemetjes, met liefjes, boterbloempjes, alles. Vandaag mag mijn moeder proberen om even hals rond te doen. Mama? Jawel. Ja, dat kan je wel. Nou, dat gaat hoor. Ja, en Manja, het gewoon onderhoofd. Oh. Kom. Ja. Ze eten hem op. Nee, ze eten hem niet op. Mama, ze bijt niet.
Je doet het ene af. Kom maar, over de oor, andere oor. Oh, ja, nou, prima. We doen het. Ja, dat is logisch. Dat zeker. Mama, niet rennen. Nou, mama, hoe bevalt het je? Nee, mama, je gaat naar de tuin van Martien. Mama, ga deze kant op. Nou, mam. Ja? Echt een paardenmeisje. Het is lekker weer, hè? Komt de motor aan, dus ik hou het even vast. Deze ging zelfs een beetje opzij. Nou, we gaan ze wel heel eventjes. Ach, ik kan het beeld heel slecht zien door de zon. Nou, mam, trek je maar mee. Kom maar. Heel hard trekken. Niet lief zijn. Eentje, kom. Kom. Goed zo. Je bent echt blij, hè, Eefje? Hier kijken naar het gras altijd, hè. Lekker, hè? Ja. Het is echt heel lekker weer. Kijk, al dat water. Heel mooi. Het is echt lekker weer. Kijk, hoe mooi. Al deze mooie bloemetjes. Echt? Hier is een appel, boomgaard en peren. En we gaan weer teruglopen. Ja, het gras ziet er ook lekker uit, hè? Zo, rustgevend. Nou, ik ga het nog even lekker laten grazen. Toppie. Kijk dan, het is toch mooi. Lief, hè? Je moet er heel veel kusjes geven. Misschien kan ik zo wel even een vlecht maken in haar haar. Lekker grazen. Ze vindt het zo lekker. Ik weet hoe dat komt, omdat jij niet zo veel draagt. Kom maar. Wat ga je nou? Nou, ik loop nog eventjes met haar terug. Het is echt super gezellig, toch? Zeker. Je wil echt gras eten, hè? Nou, we zijn er weer bijna. Nou, Eefje staat weer binnen. En we moeten zo even messen nog wel. Moeder maakt het voor. En ik pak de kruiwagen. Kijk, de hele mesthoop is geleegd, pas geleden. Maar op een of andere manier stinkt het nu nog veel erger. Kijk, ik heb de kruiwagen nou ook gekocht. Even tot mama die deur open doet. Ik weet niet of je het ziet, maar er zit een lieve heersbeestje op de paal. Nou, zoals jullie hier zien, ik heb opgestrooid, uitgemest. Ik heb er water nog bij gevuld. We moeten eventjes Vinnie en Jop hun hooi net geven. En dan nog die kruiwagen zo legen. Ik doe dit wel eerst. Doet ze nou. Zo, die zit erin. Nou, daar komt Joppie al aan. Gelijk naar de hooi natuurlijk. Vinnie! Ja, ik heb wat bloemetjes. Oh. Want Eefje vindt dat lekker. Kijk eens. Lekker. Er zit allemaal stro in jouw haar. Eefje, wat ga je nou doen? Wat ga je nou allemaal doen, meis? Nou, ik ga even de stal dicht doen. Nee, nee, wacht. Hij zit op het haakje. De deur zit dicht. Nu nog de schuifdeur. Maar het is heel lekker weer, dus die hoeft niet helemaal dicht. Nou, ik ga even de deur dicht doen. En zo is die wel goed. Zoals je ziet heb ik dat stukje opengehouden. Hey Eefje. Want het is heel lekker warm. Dus dan hebben ze wat frisse lucht. Stroom staat erop. Licht uit. Nu alleen nog de kruiwagen wegbrengen. En dan zijn we eigenlijk al klaar. Nou, ik ben Kie. Kijk eens. Hey knuppertje. Hey popje. Hallo. Hij wil natuurlijk naar buiten. Kijk nou hoe schattig die is, jongens. Ja, maar hij gaat niet verder. Kijk, die melk staat ervoor. Dus dan kan dat raampje niet dicht. We gaan nu deze wegbrengen.
Nou, wij gaan weer naar huis toe. Ik vond het leuk dat je hebt gekeken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Doei! Doei!